Hallo, mijn naam is Marcel de Graaf en voor de eindopdracht van Blame the Architect neem ik jullie mee naar de prachtige stad Breda. Breda is ongeveer 700 jaar oud en telt zo'n 170.000 inwoners. Breda is gelegen op een strategisch belangrijke plaats, precies tussen Rotterdam en Antwerpen. Vanwege dit strategische punt heeft Breda dan ook vele militaire invloeden, door onder andere de aanwezigheid van de Koninklijke Militaire Academie, oftewel de KMA, en het hoofdkwartier Commando Luchtstrijdkrachten. Ook is Breda vele cultuurschatten rijk, zoals de gotische Onze Lieve Vrouwenkerk, het Begijnhof, het Spanjaardschat, Kasteel Bevinje, de Koepelgevangenis en nog veel meer. Door de historische band met het huis Nassau is Breda ook altijd een Oranjestad geweest. Zo liggen er in de grote kerk dan ook meerdere leden van de Nassau-familie begraven. Zoals alle grote steden heeft ook Breda een multiculturele samenleving. Zoals hier kan worden gezien, bestaat een goede 10% uit niet-westerse allochtonen. Echter kent Breda ook een groot deel aan Oost-Europese immigranten, zoals Polen. Het probleem is echter dat, zoals hier ook wordt weergegeven, van de autochtone beroepsbevolking maar 5% werkloos is, terwijl dit bij de allochtone bevolking oploopt tot 20% of zelfs meer. Als gevolg hiervan kent Breda dan ook bepaalde armere wijken waar overwegend allochtonen wonen. Dit zijn de wijken Breda Noord en Breda West. Onderzoek wijst uit dat in deze wijken, behalve het beeld dat de inwoners zelf hebben van hun wijk, alle aspecten gemiddeld tot sterk beneden gemiddeld zijn. Vooral het imago, de gezondheid van jongeren en ouderen en de economische participatie verkeren in slechte staat, wat problematisch is. Ten tijde van economische crisis zoals nu, waarin nog eens extra wordt bezuinigd, kan een klein opstootje al snel uitgroeien tot iets groots. Een heel goed voorbeeld hiervan is de veelbesproken website van de PVV met het meldpunt voor klachten over Polen. Ondanks dat Breda in de Tweede Wereldoorlog is bevrijd door Polen, blijken veel van deze burgers nu ongewenst te zijn. Ondanks alle kritiek weigerde de politiek echter zijn vingers aan deze zaak te branden. Uiteindelijk is alle ophef rondom deze kwestie vreedzaam verlopen. Maar een dergelijke opstoot zou, indien deze bijvoorbeeld tot meer doelgroepen was gericht, of als er gevolgen aan vast zouden hebben gezeten zoals boetes, ontslag of zelfs uitzetting, kunnen leiden tot sociale onrust of zelfs rellen. Dankzij moderne media zijn dit geen onbekende beelden meer. Met de huidige smartphones kan een video binnen enkele seconden na het filmen al op internet gedeeld worden. Ook kunnen opstandigen via sms, telefoon of internet elkaar om hulp vragen of zich organiseren. De politie heeft wel geoefend met voetbalrellen in het uitgangscentrum, maar de kans dat daar rellen uitbreken die lang aanhouden is klein. Dit is te ver weg van de huizen van eventuele opstandelingen, waardoor ze geen vluchthaven hebben. Is de politie in staat in dergelijke situaties het hoofd te bieden? En hoe snel wordt er besloten militairen in te zetten, gezien de aanwezige militaire macht in Breda? De fysieke effecten zullen beperkt zijn. De rellen zullen vooral in de armere wijken plaatsvinden en gezien Breda's indeling is verspreiding niet zo waarschijnlijk. In tegenstelling tot de eenvoudig te repareren vernielingen zijn de sociale effecten ernstiger. In een land waarin er al een constant cultuurverschil is, denk aan het hoofddoekverbod, ritueel slachten, de dubbele nationaliteit en op ras gebaseerd onderscheid, zal het wantrouwen wegens allochtonen bevestigd worden en zich daarmee nog dieper wortelen. Deze gevoelens zijn ook merkbaar in de huidige rapcultuur. Hier is een stuk van het nummer December van Nino. Van de maand voel ik hem hard als half bloed in het land van mijn moeder Akant, waar het hele land feest in de naam van de Sint, de naam van de blanke, de baas, de racist met de zwarten als zijn knechten. Dit wat hetzelfde beeld weerspiegelt van tijden voor 1863, maar dit is slechter, een foute boodschap in een mooi jasje. Hoe ga je daar tegen vechten? Hoe zeg je kinderen vandaag geen cadeaus terwijl het landelijk gevierd wordt, zelfs op school? Het is een feit niet hoe je kijkt of wat je zelf gelooft, en de overheid kut het goed, dus het belemmert me dood. Donkere dagen en iedereen is down deze tijden. Ongelukken gebeuren, van trauma's tot aan lijken, dus zeg me.
Architectuur kan een sfeer creëren en bijdragen aan de gemoedstoestand van mensen. Dit op zich zal niet resulteren in rellen. Het kan echter wel een aanzet zijn in een al onstabiele situatie. De al eerder genoemde arme wijken in Breda-Noord worden gekenmerkt door saaie, strakke lijnen met weinig afwisseling. De Haagse Beemden daarentegen is veel speelser van opzet met meer groen en afwisselende bebouwing en dit alles ruim opgezet. Om op bepaalde plekken in Breda het oude, vervallen en saaie beeld te doorbreken, lopen er meerdere herstructureringsprojecten. Eén daarvan is het Centraal Station van Breda. In deze korte compilatie is te zien hoe het verouderde treinstation er in de toekomst uit komt te zien. Naast de functie van Centraal Station komt er een grote parkeergelegenheid. Ook komen er kantoren, winkels, woningen en een geïntegreerd busstation. Het station zal echt een poort tot de stad worden. Ook worden de huidige kille grijze kleuren ingeruild voor een modern uiterlijk met een vriendelijkere uitstraling. In combinatie met de nieuwe verbinding met Antwerpen moet deze terminal Breda geschikt maken voor vele duizenden passagiers per dag die zo allen een mooie, eenvoudige en veilige toegang hebben tot het hart van de stad. Niet ver van het station ligt de Belkumhaven, een industrieel gebied in het centrum van Breda wat veelal vervallen en leegstaand is. Studenten van de NHTV hebben hiervoor een nieuw toekomstplan bedacht om dit gebied nieuw leven in te blazen. Dit is gedaan door de oude industriële uitstraling te behouden en te combineren met studentenhuisvesting en een educatiecluster. Ook moet er een nieuw wooncentrum komen, waardoor de industriële uitstraling wordt doorbroken door moderne stadsvilla's. Hierdoor zal dit uitgestorven en verlaten gebied veranderen in een levendig en kleurrijke omgeving. Dit zijn natuurlijk allemaal prachtige plannen. Toch moet er worden opgepast voor eventuele onverwachte gevolgen. Herstructurering is namelijk een van de grootste gevaren als er niet goed over wordt nagedacht. Zo zijn in Breda-Noord voor woningdifferentiatie huizen die vanwege asbest gesloopt moesten worden vervangen door flats van 3 à 4 hoog. Hoewel dit het straatbeeld inderdaad doorbreekt met een zeer afwijkende stijl en hoogte van de nieuwe bebouwing, zijn echter ook alle omwonenden hun privacy kwijt doordat de balkons van de flats richting de tuinen en soms zelfs kamers van de omwonenden kijken. Dit zorgt voor een benauwd en onveilig gevoel. Gelukkig is er in Breda nog genoeg andere ruimte voor deze mooie projecten. Er liggen namelijk nog een groot aantal stukken grond vlak bij het centrum Braak, de zogenaamde Urban Deserts, zoals het voormalig terrein van de CSM Suikerfabriek. Door deze stukken wel overdag in te richten, kunnen architecten en stedenbouwkundigen Breda een nog betere en veiligere leefomgeving maken. Samenvattend komen we dan ook tot de conclusie dat architectuur alleen niet zal leiden tot sociale onrust. Het kan echter wel een zeer belangrijke factor zijn en daarom moet er ook uiterste voorzorg worden gebruikt bij herstructureringsplannen vanwege onverwachte resultaten.